scheidsrechter die de leiding heeft over dit duel tussen de nummers 12 en 11 van de Eredivisie. Daar hebben ze een week of 8 gestaan. Opstelling van Fortuna Sittard. Özyakup in de basis bij Fortuna. Omdat Ferrati er niet bij is en Gladon dus samen met Yilmaz voorin. Bij de Go Ahead Eagles Nauber centraal achterin. Jansana en Teki die het blok op het middenveld vormen. Dat komt door de blessure van Filip Rommens. Spelers maken zich klaar. U begrijpt het, voor een minuut stilte vanwege het overlijden van de voetballegende Pelé. Prachtige reeks neergezet met Go Ahead, René Haken. Eindigde van die 9 ongeslagen wedstrijden ook wel heel veel in een gelijkspel, maar goed. En Balo. Ja, dat is een goede voorzet en de kans voor Yilmaz. Fantastische redding van Jeffrey de Lange. Voorkomt dat Yilmaz eindelijk weer eens scoort. En Balo, geweldige bal, een stekende redding. 4 goals. In zijn eerste 5 wedstrijden, Burak Yilmaz. Sindsdien niet meer gescoord. Cox wordt daar opgevangen door Teki en blijft liggen. Is knock-out. Dan moet iemand heel snel gaan kijken hoe het met George Cox is. Het heeft eigenlijk niemand in de gaten. Maar op aandringen van zijn medespelers. Snel te verzorg ik nu naar George Cox toe, die echt buiten bewustzijn was. Of is. Hier knalt hij tegen Teki aan. En dan even licht uit. Nou, hij kan lachen. Dat is een goed teken. Del. Sana. Willemsson. Goede actie. Ah, dan kan je. Daar is de goal. Van Kuipers. En die 3 klappen die u hoort, dat zijn de vuisten van Velasquez die de dugout probeert te verbouwen. Maar Go Ahead staat op voorsprong. Omdat ze scoren uit de eerste beste kans die ze creëren. De rechterkant, Willemsson. Met een goede passeeractie, balletje breed en dan met wat geluk krijgt Adekanje de bal bij Kuipers. Voor wie zich afvroeg of het recente vaderschap Velasquez wat gekalmeerd heeft, antwoord is nee. Willemsson. Kuipers staat helemaal vrij aan de andere kant. Het is niet zo makkelijk om de bal daar te krijgen. Hier is Willemsson, weer met redelijk wat vrijheid en een schot dat geblokt wordt. Sana ertussen. En dan Teki. Dan kan je wil wel. Je krijgt hem ook. Oh ja, dan kan je. Levendig. Hij mag wel heel eind komen. Teki gaat het proberen. Teki. Maar net naast. En dit is een beetje hoe de trainer van Fortuna de eerste 35 minuten beleefd heeft. Met dit als hoogtepunt dan wel dieptepunt. Erdogan. Yilmaz. Yilmaz naar Córdoba. En weer terug naar Yilmaz. Waar vindt Fortuna de ruimte voor het schot? Nou, daar vindt Yilmaz die ruimte voor het schot. En dat bleek nog aardig lastig voor de Lange.
Nou, Liedberg en dan Nauber. Die wilde hoe geloven dat hij geraakt wordt. En vervolgens helemaal verrot wordt gescholden door Pinto. En dan hebben we een klein relletje te pakken. Nou, dan kan je Pinto nog even opzoeken. Als die bal een beetje blijft liggen. Nou, nauwelijks Nauber. Laat op. Lastige bal. Is hem al kwijt aan Jan Sala die lanceert. Adekanje. Adekanje voor de 0-2. Oh, schitterend afgemaakt. En het is 0-2. Oei, oei, oei. Op zo'n beetje het slechtst denkbare moment voor Fortuna. Pinto die Gladon een hele lastige bal geeft. Die is hem kwijt. En dan is het een goede bal van Jan Sala. Vooral heerlijk afgemaakt door Adekanje. Doelpunt nummer 4 alweer van hem. Heel rustig over Pandoor heen. Hele knappe goal. Itzes probeert te verlengen. Willemsson krijgt zijn voeten nog tegenaan. Even los, kreeg de bal alleen niet voor. Nu komt hij wel voor, daar is Vita! Hij moet nog een beetje klimmen, want het is niet de grootste van zichzelf. Om bij die bal te komen. Voorzitter van Córdoba. Een verraderlijk stuitje. Hij probeert ervoor te komen bij Del. Het mag verder. Buitink. Goed verdedigd door Jan Sana. Bovendien Liedberg weet te bereiken. Hij is voorlopig wel alleen. Liedberg. Ja. Probeert het dan ook maar alleen. Een dubbele wissel bij Fortuna. Duarte en Noslin dus. Voor Gladon en Özyakup. Daar ligt Bas Kuipers. Daar eigenlijk terecht komt. En zelf gelijk aangeeft dat hij gewisseld moet worden. Dat is heel slecht nieuws voor René Haken. Dat doet ook voor Bas Kuipers zelf. Maar aanvoerder en sterk houden. Met naar het leg zich laat aanzien. Een serieuze blessure. Del. Vita die doet werkelijk helemaal niets om Del ook maar enigszins tegen te houden. Fernandes opgevangen, Edvardsen. Edvardsen, de bal aangeraakt en Pandoor met de redding. Liedberg. Hoe Vita zich daar voorbij laat lopen, dat is niet best. Wat op zich wel te begrijpen valt. Wat moet je met zo'n bal als je nog op de weg terug bent? Hier is Edvardsen. Edvardsen. Buiting. Yılmaz. Lastig. Rodrigo Gut. Tassi. En geen vrije trap. Teki. Willemsson. Wat een ruimte. Willemsson. En daar is Fernandes. Pandoor heeft hem uiteindelijk.
situatie. Henkie de bal richting Yilmaz. En Buiting. Er ver overheen. Go Ahead is erin geslaagd om Fortuna, zeker in de tweede helft, volledig te neutraliseren. Thuisploeg heeft eigenlijk geen kans gehad na rust. En voor rust waren de kansen ook spaarzaam. De grootste en de eerste was voor Yilmaz. Die werd gepakt door de Lange. Daarna trok Go Ahead Eagles op vernuftige wijze deze wedstrijd naar zich toe. Door efficiënt om te gaan met de kansen. En voor rust twee keer te scoren via Kuipers en Adekanje. Zo gaat de reeks van Go Ahead, de hele knappe reeks, nog maar door. Dan komen ze op 10 wedstrijden ongeslagen. Dan komen zij op 18 punten. Blijft Fortuna staan op 15.